Doe de verjaardagsduimpjes omhoog. Wauw. Verjaardagsvisite. Ja. Je hebt ook een auto. Ze hebben gewoon heel veel kaarsjes. Zo. So. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's Swingy Vloggers. En hiep hiep hoera. Onze Lucilla is vandaag 4. Ik heb de radio van nu al klaargezet. Ze zijn boven aan het aankleden. En Farah en ik hebben gisteren de hele kamer versierd. Dit gaat ze zo meteen als ze beneden komt. Dat is zo leuk! Langzaam ze leven. Langzaam ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Dat is leuk. Ja, zijn leven. Gefeliciteerd met je 4e verjaardag. Geef maar even een dikke kus. Maar dit wou jij juist doen en dat zat in die doos. Ja? Ja, mag ik zo. Ja, bochtje. Ik ga je op de fiets naar school. Kom maar. Yo, kijk eens hoe zo. Zo. Tutut. Daar komt Lucilla. Op de andere helft de fiets naar school. Het zijn geurtjes. Geurtjes! Ik denk dat deze jij wel ook wel een beetje leuk vindt. Het is lekker zacht. Het is voor jouw school, dat zijn jouw gymkleren. Kijk, ik heb twee gymshirts. Ja, twee shirtjes en een gymbroek. Ik denk dat deze. Het lijkt ook een soort boekje. Ja. Stickers op plakken. Ja, dat is een K3 kleurboek. Kijk. Oh! Wow. Ja! En ook kleuren volgens mij die zitten. Ja, die kan je nakleuren. Ja, dat kan ik wel prima zien. Ja, Pip ook zijn cadeautje. Dat is een busje bij jou, ja. Ja. Ik ben het volgende Nou, deze cadeautjes zijn wel een jaartje te geleden. We zullen deze reproductie aan jou, kijk eens. Kijk eens, kom eens hier. Ja. Dankjewel. Oh. Wat is dat? Oh. Oh. Wat zit er in? Dat zijn armbandjes. En dat is wel een beetje om een vrouwkussentje. En die armbandjes die kan je ook weer vouwen als een beestje. Kijk, er zit ook een beestje in. Kijk. En deze kan je uit elkaar vouwen. Kijk, dat heb ik op tv gezien. Ja? Ja, dat heb ik ook eens bij de leuk, kamer hè? Gezien. En dit zijn bedeltjes. Die kan je er aan hangen. Ik zie nog een hoor. Wat is dat, een mooi glitterdoosje? Ja, leuk hè. Dit is het sleuteltje van het doosje. Dit is een konijntje en die kan je ook vouwen, zodat hij weer een konijntje wordt. Maar dan moet mama even goed gaan zoeken hoe dat ook alweer moet. Dit, ja. Ja, zo ja. Pip denkt, ik ga lekker hier liggen. Hè, Pip? Toch wel niet? Ja. Hey. Gefeliciteerd, hè, Boezelen Pip, met Lucilla. En Paul. Wat zit daar, Lucilla? Elsa. Nee! Eens kijken aan papa, Lucilla. Een schoolsetje, een trommel en een beker voor jouw schooltas. Papa, een vet! Zo. En een vet heb ook deze beker. Ja, en twee kinderen die van mij in de klas zitten, die voor jouw schooltas. Wow. Wat is dat? Laat eens zien,
eens kijken. Draai eens om. Oh, maak eens open bij mama, want dan kunnen daar gelijk jouw schoolspulletjes in. Nou, Lucilla, even kijken. Past alles al in jouw schooltas? Past het er wel in, denk je? De gymkleren? Ja. Past dat? Anders moet ik hem ruilen. Wel een stukje. Je broodtrommel en je beker. Even kijken, Lucilla. Past jouw schooltas? Loop eens even naar de keukentafel heen en weer. Het is nu nog rugtas, waar ga je met Lucilla naartoe? Nou, dat verandert wel. En kom eens terug. Kom eens naar jouw Anna en Elsa fiets. Oh, dat past wel hoor. Ben je er blij mee? Lucilla kan naar de basisschool. Past erin. Toppie. Zo. Nou. Wat is dat? Wow, welk is dat? Een blonde Barbiepop. Fashion Stars. Mijn zus had ook altijd Barbies. Ja? Ja. Dus met altijd leuke rokjes. Ja. Ja. En leuke hakjes. Ja. De hakjes met een tennikaartje. Leg op je verjaardagskast. Is dat een nachtlamp, mama? Ja. Een Anna Elsa nachtlamp. Die is gaaf. Zo, we waren dat even voor straks. We gaan eerst even lekker een broodje eten. Stella, kijk eens. Wie met jou en Luxie en Luan wil mee ontbijten? Wie is dat? Elsa. Elsa? Druk eens op dat knopje. Wow. Nou. Lekker broodje eten met Elsa. Ik zeg wel een lekker warm kopje thee. Proost, Lucilla. Op jouw verjaardag. Luan, proost je mee? Proost. Proost, Luxie. Op je grote zus vierde verjaardag. Lief, ik ga daar ook licht geven. Ja, een beetje. Mooi, Luxie. Dat is Elsa. Nog meer. Ja. Dat is Elsa. Je mag hem wel, hoor. Oké. Okay. Dat is Elsa. Yes. Nou, wij gaan weer verder met ronde 2 van de cadeautjes. Ze heeft alweer een groot cadeautje te pakken. Wat zou erin zitten? Ja, Luxie. Wat zou erin zitten? Wat is dat? Lucilla! Een make-up. Wat? Wow. Daar maakt Klaasje zich in op. Och, Lucilla toch. Zullen we eens even openmaken? De grote broer Luan die helpt even mee met alles uitpakken. Luxie, wat is het allemaal? Ja. Ja, mooi hè? Kijk eens, een nieuwe make-up tafel van de K3-meisjes. Ik weet niet of de spiegel zo... Die kant, ja. Hij is opgebouwd. Maar ik kan niet zo goed kijken. Nee, ja, alleen de spiegel is niet echt een spiegel. Dat is alleen een beetje jammer. Maar goed, het is wel een mooi make-up setje. Dan heb je weer heel veel mooie kleurtjes. Kijk, en als je dat open doet, dan heb je hier allemaal soort vakjes om ja. Te doen. Ja. Kijk op mijn kassa. Kijk eens, mijn liefste dochter. Is jouw zus. Nee. Wat is dat? Oh, dat heb ik eerst ook bij How Do You Do gezien. Ja, wat is dat? Is dood. Een dokter. Een soort ambulance. Ja, een Barbie-ambulance. Oh, mama, kijk, ik weet hoe dit werkt. Dan heb je zo'n ding en dan ga je zo. Oh, kijk, en dit is zeker de lamp. Oh. Dan zijn we bij het laatste cadeautje aangekomen. Het laatste cadeautje, dat is ook, zit er wat in voor Luan en voor Lucilla. Want dit hebben we gekregen. Wat is dit? Waar gaan wij voor het weekend van? We hebben een verrassing, Lucilla. Kijk, dit is een romper. Wie staat daarop? Wie staat erop die romper? Luxie. Nee, maar wie staat erop? Wie is het plaatje? Mickey Mouse. Mickey Mouse. En ook nog een thuispakje wat pop in haar hand heeft. Een mooie prinsessenkasteel. En Luan die heeft een hele mooie Disney-rugtas. Disney-rugtas gekregen. Cool. We gaan morgen helemaal naar Disney-Parijs. Parijs. Ja. Maar dan is het wel helemaal ja, maar weet je, jongen. Elke keer vergeet ik het. Hé, hey, maar vind je dat leuk, Silla? Ja, papa, kijk maar met het. Met die vormpjes kan het zo maken. Mickey Mouse heeft ons uitgenodigd om naar Disneyland te gaan.
voor je verjaardag. We gaan naar Disneyland Parijs. We gaan morgen naar Disneyland Parijs. Voor Disneyland Parijs. Vind je dat leuk? Nee, daar wonen Anna en Elsa, en Golfje, Mickey. Ja, een beetje. Nou? En dan twee keer Stone Ice. Ja, bij Disneyland. Stone Ice, ja. Twee. Ja, die waren helemaal daar vandaan gekomen. En het is niet in Nederland, want waar gaan we naartoe morgen? Naar Frankrijk! Naar Frankrijk helemaal! Zes heel ver. Luan die gaat naar de basisschool. Luxie dus. Luxie, het is vandaag donderdag, dus Luxie gaat naar het kinderdagverblijf. Ja, en dit is mooi, kijk, Luxie. En Lucilla die blijft lekker een dagje thuis, omdat ze jarig is. Kijk eens, mama. Ja, Luxie heeft een lekkere trappelzak gekregen. Oh, kijk, hier kunnen ze lekker een beetje in koelen. Ja, okay. Ja. En die. Leuk, hè, Luxie? Oh, Luxie, die kan je aan. Luxie komt naar Disneyland Parijs. Daniel die heeft Luan net naar school gebracht. En ik wilde net Luxie ook naar het kinderdagverblijf brengen. Maar ze viel in mijn armen in slaap. Dus ik heb haar eventjes hier te slapen neergelegd. En als ze zo wakker wordt, dan breng ik haar alsnog naar het kinderdagverblijf. Het is vandaag donderdag. Dus in principe gaan ze vandaag alle drie naar school. Alleen omdat Lucilla natuurlijk pas 4 is geworden. En zij in haar opbouwfase van school zit. Hoeft ze nog niet echt volledig 5 dagen naar school. En dat is de reden dat we haar vandaag gewoon lekker thuis hebben gelaten. Omdat ze natuurlijk ook echt vandaag jarig is. Straks na school, als Luan thuis komt, komt er ook visite. Maar dan kan ze nu gewoon lekker met haar speeltje spelen die ze heeft gekregen. En ze is hier met de auto aan het spelen. Deze heb ik gekregen. Deze heb ik gekregen. Deze heb ik gekregen. En deze allemaal. Die had je nog, hè, die Barbies. Maar die heb je net gekregen, hè? Ja. Dat was je aan het vertellen. Kijk, en dit is dus de auto. En ik was even met haar al die stickertjes aan het opplakken. Die kun je allemaal opplakken. Maar dit is dus een ambulance, hè? En daar is ze mee aan het spelen. En jullie zien hier overal snippertjes door de kamer. Ik had het heel mooi versierd met al die leuke snippertjes. Alleen ja, het is altijd leuk om alles weer op te ruimen. En ik had die ballonnen opgeblazen gisteravond met helium. En toen zaten ze helemaal boven aan het plafond. Maar de helium is een beetje gezakt vannacht. Dus vandaar dat de ballonnen nu een beetje laagvloers hangen. Zoals jullie denken, wat een gekke ballonnen daar. Ja, dat komt dus doordat ik ze gisteravond heb opgeblazen. En nu dus al zijn gezakt. Ja. Ja, en ik kan ook knoopjes maken. Knoopjes? Ja, kijk. Oh, de knoopjes. Heb je ze? Oh ja. Heb je ze? Oh, mooi. Heel mooi. Oh, je hebt die ballonnen daar aan de stoel gedaan. En dit is dus jouw nieuwe fiets die je hebt gekregen. Die is wel super vet. Ben je er blij mee? Ja? Kan de pop erin? Ja, en deze? Ja, een mooi bakje. Ja. De armpjes naar beneden. Ja. Ik hierop. En dan kan jij daar zitten, ja. En er is nog een mandje. En nog een mandje. Zo. Mooie schatje, hè? Ja. Nou, kijk, en hier heeft ze dus de Barbie zoals ze mee in spelen. En hier maken we het hoekje van waar ze haar cadeautjes kan neerleggen als ze straks op visite komt. En dit zijn de cadeautjes die ze van ons heeft gekregen. Deze leuke dingetjes en een bal en een tas met spulletjes erin en dit zandkasteel. Dat heeft ze dus van Disney gekregen. We gaan dus naar Disney voor de verjaardag. Deze leuke Elsa lamp en dit leuke dingetje. K3 en die. En ook dit K3 setje. Even kijken, dit was hier mee aan het spelen. Ja, deze heeft ze dus ook gekregen. Ja, dit kregen ze ook. Oh, die heeft ze helemaal gepoetst. Mooi. Kijk, allemaal make-up dingetjes erin. En ze heeft volgens mij al wat op de ogen. Laat eens even kijken, heb je dat al gedaan? Oh ja, en de oorbelletjes, hè? Die zien er ook heel mooie nieuwe oorbelletjes. Heb je daar lekker mee geslapen? Ja, oh, heb je wangetjes ook gedaan? Ja. Prachtig, schatje. Laat eens even je mooie verjaardagsjurk zien. Wauw, die draait mooi. Ah, oh, kijk. Luxie, die is helemaal in dromenland. Dus laat haar even slapen. Ze heeft trouwens een pakje aan wat we van jullie hebben gekregen in de fanmail. Heel erg leuk, die past er precies. Terwijl Lucilla nog eventjes lekker daar speelt met haar Barbie-ambulance en de Barbies, ga ik even een beetje het huis opruimen. En we gaan zo boodschappen doen als we Luxie hebben weggebracht. Want we moeten even wat verjaardagsinkoopjes doen. Want straks na school komt er ook wat visite. Gewoon opa's, oma's, neefjes, nichtjes. Dus ik wil eventjes wat snabbeltjes en hapjes en knapjes en drankjes en dingetjes op tafel hebben. Dus dat gaan we straks ook eventjes doen. Maar voor nu is Lucilla nog eventjes gewoon lekker aan het spelen met haar speelgoedjes. En je hebt ook een Elsa, hè? Die kan er misschien er wel in. Luxie die is weer wakker. Dus we hebben de jassen aangedaan. We gaan nu eerst even Luxie naar het kinderdagverblijf brengen. En daarna boodschapjes doen. Maar dan, wat wil jij laten zien? Kijk, ze heeft de fiets in de gang gezet. Oh, mooi schatje. Dan gaan we er straks even op fietsen als we terug zijn. Goed? Mm-hmm.
spelen. Zo, jagen Lucilla. Ben je bezig, zusje? Oh, ga je lekker spelen met juf Kelly en juf Jolanda. Tweede, wat straks halen we hier met Luan weer op voor het verjaardagsfeest, hè? Ja, dan moet jij de visite. Lekker spelen met Kelly. Lekker spelen. Dat straks. Toen papa gisteren met Disneyland Parijs belde, vertelden ze dat het gevoelstemperatuur min 2 is. Dus het is wel koud, dus we moeten even hier bij de Wiebera thermokleding zoeken die we onder de kleren aan kunnen trekken. De Wiebera had geen thermo onderkleding, nou hopen dat de zeeman het heeft. Nou Lucilla, we hebben geluk. De zeeman heeft het in aanbieding deze week, de kinderthermokleding. Kun je het langer volhouden in Disneyland Parijs, hè? De boot is op min 2 gevoelstemperatuur. Zo, nou Zilla, help jij je boodschapjes doen voor je verjaardagsvisite? Ja. Goed zo, ik zit in de koffiegorne. En ik neem even een lekker bakje verse bonenkoffie. Yummy, yummy. Je zult eens bij papa in de koffiegorne komen zitten. Ben je ooit gewinkeld? Alle verjaardagboodschapjes binnen? Alleen maar nog een paar dingetjes, hè? Wil je ook een bakje koffie dan? Ik heb hier lekker de koffie staan. Zal ik ook een bakje koffie voor jou zetten? Wees jij het lief, het 4 jaar jong. Ik heb keizer. Hé, maar voelt het nu anders, 4 jaar jong? Ja, voel je al wat groter? Dus dan speel nog even een computerspelletje. Huh? Hartstikke mooi. Nou, mama heeft het wagentje gevuld. Nou, en dan verjaardag vieren maar. En weer terug naar huis. Boodschapje 1, boodschapje 2, 3. Huh, maar Lucilla, waar is mama nou? Hey. Nou, dat is Lucilla 4 jaar. Dan zit mama gezellig bij Lucilla. Ja. En ik heb de auto even volgetankt, want met een lege tank kunnen we niet naar Disneyland Parijs natuurlijk. Hè? Dus de auto is ook tot een nok gevuld. Kunnen we hopelijk het redden op 1 tank naar Parijs? En daar is onze miskend Peppa. Hallo lieve hondjes. Papa, jullie uitlaten? Zo, wij gaan Luxie ophalen van het kinderdagverblijf. En de zon die breekt door, dus Lucilla die pakt haar fiets. Oh, Lucille, ik zie je niet. Het zit in de jas. Oh, de pot die is natuurlijk mee. Kom maar, gaan we eerst naar buiten rijden. Dat we erop gaan. 1, 2. Hoppatee. Oh, goed zo. Recht voor je kijken. Nou. Dag. Dat is Lucilla. Oei. Trap maar. Sturen. Sturen. Ja, goed zo. Hierheen sturen. Gaat goed. Kijk maar waar je heen wil. Daarheen. Doe maar iets harder trappen, dat is makkelijker. Harder trappen, harder. Goed zo. Goed zo. Mama, het is duurder dan ik een beetje kan. Dan moet je weer een zakje. 2. Doe maar trappen. Trappen, 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 trappen. Goed zo. Sturen? Ja, gaat hartstikke goed. Wie hebben we daar? Ik zie je zelf weer, Alex. En wij hebben even de muts op gedaan. Want het was een beetje miserig, maar het is inmiddels wel weer droog. Kom maar, Sil. We zijn bijna thuis. Gaat goed, heb je fiets. Toppie, Sil. Hartstikke goed. Zo, nu al van school gehaald en iedereen komt binnen. Hallo, maar kom erin. Zilla. Hallo, waar ben je? Zeg je dan? Dankjewel, lieve oma. Fietsen die lekker, Lucilla? Ja. Ja? Oh nee, probeer het ook al. Ja, de banden zijn niet meer helemaal wit. En ik was al uit. Ja. Ik kwam 3 uur. Tegelijkertijd. Hallo. Kom erin. Daar zit jij. Hey, opa. Daar zit jij. Kijk eens, gaan we er weer zitten. Daar zit jij. Wacht even. Ik heb hem al. Zo, hè. Hey, Hofkie. Lekker hapje. We hebben ook al een cadeautje voor je. En je wist dat er van Orwell, hè. Die zit er ook voor. Dit is nog pijn. Wat weet je dan?
oorbelletjes open. Zie je hartjes, hè? Gisteren. Ja. En de Elsa een ander fiets open. En laat je fietsen zien dan open. We hebben een heel klein cadeautje, maar het is erg waardevol. Ja, zien dan open dan. En oorbellen. En de zand al. Ga er eens op zitten, Zella. En er is nog één. Is ook een meisje, hè? Zo, hè? Wat vind je van haar fiets? Heb je haar fiets gezien, oma? Mooie fiets, hè? Ja, een groot cadeau van opa en oma's. Oh, koffie zetten we nu aan. Ga jij helpen koffie zetten, jongen? Ja. Ik vind zelf dit al zelfs leuk, want ze allemaal even. Ja, met z'n allen, hè? Nou. Wij gaan koffie zetten. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. We vinden dat allen zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang. Hoera, hoera. Hiep, hiep. Hoera. Hiep, hiep, hiep. Hiep. Hoera. Scheur maar open, Zella. Hey. Hey. Oh, maar kijk eens, heeft hele mooie oorbellen. Ja, dat zijn raadjes. Oh, raadjes. Weet je, dat is een foto. Dat is van opa, oma en van de oma. Lees maar voor. Kleren aan doen, je cadeautjes uitpakken. De kaarsjes van de taart uitblazen. Je vindt het leuk om te spelen met je vriendjes en vriendinnetjes. Wat ben je al groot? Veel plezier op de basisschool. Ah. Ah. Is het je lieve Lisse? En opa en oma trots op jou. Ah. Ik heb heel veel van je. Ah. Ah. Ja. 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 Nu moet je raden wat erin zit. Oh, dat is zo'n Dank jullie wel. Monika! Kom nou, maar. Het is een donkiehuis. Mooi, Stella. Ik hoop wel bouwen, hè? Ik wil daar wat meer in een stiefhuis. Ja, ja. En we zitten allemaal in. Het is wel leuk. Mama, Leon en papa. En ik zie een Leon. Ja, nou. Gezellig, hè, Pip? Visite. En wie zijn daar? Ze zijn met de auto. De grote leven. Oh, Wilco. Hey. Kom erin. Alles goed, jongen? Ja. Boxie, hè? Boxie. Kom erin. Kijk eens. En mijn ringetje. En deze oorbellen mag je over 50 nachtjes mag je zien. Wow. Mama heeft een poster gekregen van de Agatha's Kitten. En dan krijg je die. Wat zeg je dan? Dankjewel. Dankjewel. Zo, lekker hapje. Koffie. Dus we en Oscar hebben de ambulance gevonden. Maak het geluidjes. Doet hij het nog? Vet, man. Wat een sirene. Cella is hier. Mooi, hè? Nou, dat was geen mijn broer. Die moeten ook verzorgd worden. Oh, laat me eens kijken naar die knop. Nou, we gaan even de kaarsjes in de taart zetten. Dat is eentje met muziek. En deze klein beetje. En dit zijn de vier kaartjes voor uit te blazen. Hier gaan we ze aansteken, Luc. Ik dacht, waar komt de muziek nou vandaan? Van de taart.
gewoon even heel veel omheen. Vind je dat leuk? Er zitten heel veel kaarsjes op, omdat ik dacht, is het leuk voor het muziekje, maar ik vind het muziekje niet zo mooi. Dus we hebben gewoon heel veel kaarsjes, ondanks dat ze maar 3 wordt, krijgt ze gewoon heel veel kaarsjes. Dus je hebt nog 4? 4, sorry. Goed opgelet, jongen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. De piep. Hoera! Dat zijn nog geen 4 kaarsjes. Nee, mama heeft iets te veel gedaan. Sorry. Je mag je er heel veel uitblazen, Lucilla. Maakt het nog niet uit. Maakt het niet uit. Dat is leuk. Nee. Ze wordt volgend jaar een 9. Ja, het gaat heel snel. Maak even een wens. Even in je hoofd moet je even een wens doen en dan mag je hem uitblazen. Dat is een 9. Ik wens 100 kusjes. Staan erop. Ome René. Wie? Ja, dat is Elsa. Elsa, Anna, die staan ook op jouw fiets. Die staan ook op jouw fiets en dan gaan we van het weekend ook heen. Dat is een mooie taart. Ja, gaan Elsa en Anna. Nou, ga je zo. Ja. Hi there. Ja. Nou gaan we lekker taartje eten. Nou opa, 14 blokjes. Mijn vader is best in taartensnijden. Zonde, kijk. Elsa en Anna. We gaan jullie lekker opsnoepen. Zonde hè, van de foto hè. Zie je dat? Ja, eerst een broodje. Ja, even de zaad pakken. Wel lekker? Ja, goed. Wat heeft opa voor jou ooit gesneden? Anna en Elsa, ga je die nu opeten? Nou, Anna en Elsa, veel plezier in het beukje van Lucilla. Hop, daar aan Anna en Elsa. Papa, daar? Ja, ik had een klein stuk. Oeh, hoe smaakt die? Vertel eens even, prinses. Lekker? Laat ons smaken. He? Je hebt dezelfde knopjes in. Als Anna en Elsa, hè? Dat gaat erin als taart. Lekker zien. Wil je een hapje? Nee, verstandig. Dat vindt Lucilla niet erg. Je eet het stukje van Luxie wel, hè? Zo, Leon, hoe vind je hem smaken? Smaakt Anna en Elsa lekker? Lust er iemand een spekkie? Wil jij uitdelen? Ja, uitdelen. Doe maar uitdelen. Spekkie. Yummy. Eerst Micha, die gaat van de glijbaan. 1, 2. Oei. Oei. Ik ook een smakje. Ja, maar ik wil jou. Ja. Lekker. Lekker, hè? Ja, dankjewel. Kijk, ga je nog niet naar mij kijken? Ja, jullie zijn lekker aan het spelen, zie ik, hè? Kom. Ja, eens even kijken. En hier is een disco. Mama gaat weer naar beneden, hè? Ja. Nou, Lux. Nou, Lux, wat een gezelligheid, hè? Wat een gezelligheid hier. Ja, die spekjes vind je ook wel lekker, hè? Doe nog maar even hier. Mama heeft wel een soepstengeltje voor jou. Goed? Oké, jongens, speel ze, hè? Ik ben weer naar beneden. Ja. Doeg. Dag, ballerina. Ik maak voor de visite even lekkere gevulde tomatensoep. Met overfrikandellen en overbitterballen. Ik ben benieuwd hoe dat zal smaakt. Nou, dat ding werkt dan niet. Met lekkere gevulde tomatensoep. Overbitterballen en frikandellen. En soep. Nou, bon appetit allemaal. Alsjeblieft. 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 Dag oma. Doei. Bedankt voor jullie komst. Doei. Wij gaan de koffers inpakken en de vlog editen. En morgen. Joepie. Dat is een prijs. Doe de verjaardagsduimpjes omhoog. Doei. Tot morgen. Dit is een prijs. Voeg je hart, bom bom mee. Feest lekker met ons mee.
je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.